Oké, dan. Zo, we gaan zo meteen eindelijk beginnen. We nog even in een andere ruimte staan, want zodra ik wissel naar de andere player, begint hij direct met de video afspelen. Een beetje rennen. Dit komt een beetje later dan verwacht, dus ik had eigenlijk om 7 uur willen beginnen. Maar het is ondertussen een uur verder. Ach ja, wat doe je eraan? Niks aan veranderd. Ja, even wat heen en alles in de juiste richting zetten. En dan gaan we even de stream aanpassen. En dan rechts onderin zal de video verschijnen. Hier heb ik bovenin even niks ingevuld qua live views of followers of iets dergelijks. Blijf daar alleen geen screenshots, alleen chat en video. Dan zou er geen ruimte meer over. Ik wil wat zien. Kijk, daar hebben we de video. Ik zal proberen een beetje bij te kluiven. Het is vrij lastig om netjes mee te rijden met de video. Natuurlijk al een keer geprobeerd. Maar het is wel even weg. Ik merk wel dat ze het in het echt zeker niet meer 100% doen. Ik doe dat normaal ook niet. Ik heb altijd gewoon rustig aan het gas. En dan bouw ik het een beetje.
Okay.
Ah, daar rijden we wel bij. Ja, ik heb ook echt op de video uitgemeten, gewoon in de secondes met stoptijd, hoe lang staat de trein stil en dat een beetje erin gevoerd. Misschien ook geen timed scenario van kunnen maken, dan had ik gewoon weg kunnen rijden op het moment dat de video verder ging. Oh, je game window aangeklikt en was reageerd. Ah, mooi zo, mooi zo. Een beetje meer gas opzetten. Tractie. Net iets te hard. Nou, kom op. Yes. Stoppen met die hap. En weer gaan. Nu weet ik zeker dat de kont er net niet op staat. Ja. Het volgende stuk ook. Mag hier inderdaad gewoon 140. Maar pas totdat hij door de bocht is en eigenlijk net voor de afslag bij Vlissingen-Oost richting het Sluwgebied, daar pas zal hij doorgaan naar 130. Maar hij gaat er al vandoor. Een beetje lastig omdat hij namelijk via OBS de video afspeelt, zeg maar. Hij pakt hem namelijk niet door gewoon
ook een window capture te doen van bijvoorbeeld Media Player. Dus hij heeft gewoon zo de video gepakt. Dat was eigenlijk de enige manier om hem op die manier te laten zien. Dus... nou ja, moet het er even mee doen. Draaghoes is een aardig stuk. Ik denk dat ze wel, wel aardig op tijd kunnen aankomen daar.
pakket. Dus het nieuwste pakket van Freezer op moet downloaden, want bij Christ Trains te doen, dat is dat het spel download. Dan moet het helemaal goed komen en dan werkt de route gewoon direct. Ik heb ook nog geen problemen gehoord over de installatie. Dus jammer dat we hem ook niet kunnen pauzeren. Ja, hij is al op het perron. Ik ga wel verder als Laagzwaarder bouwen. Het eerste volgende stuk zal dan Dordrecht zijn. Waarschijnlijk al vanuit Roosendaal naar Breda of naar Laagzwaarder naar Breda. Ik heb kijken wel goed. Uiteindelijk worden ze natuurlijk wel alle twee. Dat is wel zo. Nou ja, het is ook niet voor careerpunten of iets dergelijks. Het is gewoon meer pure showcase. Het rijdt ook echt wel een stuk makkelijker zonder dat ik hem ernaast doe. Ja, ik kom wel erg hard aan. Ja. Ik probeer er een beetje bij te rijden met de video. Zo te zien is hij al doorgesprongen naar Capelle Biezelingen. We wachten gewoon even totdat de trein hier weggaat. Kijk hier, hij begint al met rijden. En dan zou ik nu net stil moeten staan. Hopen dat we hem nu een beetje bij kunnen houden. Ik heb de binnenkomende trein helemaal gemist, joh.
Ja, dat lukt me eigenlijk altijd wel om echt, echt mooi het einde neer te zetten. Maar... Ja, dan moeten ze toch wel wachten. Toch een beetje hetzelfde zicht zijn. Nou, de meeste van die nieuwe filmpjes die tegenwoordig uitkomen, heeft hij ook de snelheid van de trein erbij zitten. Dus wie weet dat hij binnenkort nog met een nieuwe komt en dan kan ik hem nog een keer doen. En dan zie je ook gewoon echt de snelheid van de trein. Dus misschien nog makkelijker om hem een beetje bij te houden. Ik zie alweer dat we echt hier de hele tijd gaan stilstaan. We gaan gewoon zodra die ook gaat in de video. Zo moet het alweer lukken. Ja, het betekent ook nogal een soort lens natuurlijk die op de camera zit van de video. Dat geeft het ook iets ander beeld, een beetje meer pittig. Nou, redelijk klein stukje.
toch een stuk met die user een beetje de stand uit. Ik deed niks. Hebben we automatische deuren tegenwoordig? Nee, toch niet. Maar de meter is erop er al. Dat was wel een beetje apart. Ja, de deuren waren dicht. Van deze paden is dat deze in het echt ook gewoon rechtop staan. Wauw, en we mogen gewoon eigenlijk al door. Veel harder dan dit hoef ik volgens mij geen tractie te geven. Hoe bedoel je? Kijk eens aan de andere kant.
station Krabbendijken. En nu wil het spel je natuurlijk ook automatisch gewoon tot 41 laten wachten. Oh, oeps, sorry mensen. Zoveel mogelijk uit het raam zien. Ja, het dashboard is natuurlijk nu niet interessant. Hij gaat echt heel erg snel. Hij rijdt hier weg. Hij staat hier.
op zo'n kort 37 seconden. En op zo'n lang staat hij 2 minuten stil langs op Roosendaal. Groen staat hij meer dan een minuut, anderhalf minuut ongeveer.
we zouden hier gewoon ruim 5 minuten moeten wachten. Als dan het spel lag. Dat hadden we natuurlijk kunnen doen. Gewoon blijven staan totdat we in de game weer verder hadden gemogen. En had de game hier nu op Bergen op Zoom geweest, dan hadden wij het denk ik nog ergens tot Rilland wat net weggereden. Ja, dan blijft er helemaal niks meer over van de vergelijking. Ik was natuurlijk niet van plan om echt een YouTube video te gaan maken of iets dergelijks. Dit leek me wel gewoon leuk. Ja, helaas ging het niet perfect. Nou, niks aan te doen. Ik denk dat het idee toch aardig daar is.
daar gewoon rekening mee houden met scenario maken. Dan zou je dus ook regelmatig die treintjes een rondje moeten rijden voordat je überhaupt ook maar één AI-trein neerzet. Zo bouw ik het wel altijd op. Dus te zorgen dat de route van de trein die de speler gaat rijden maar goed is. En dan kan je er alles omheen gooien. Staat wel al goed trouwens hoor. Ja, hij is gewoon geel. Zou er overheen moeten kunnen. Voor de zekerheid ga ik hem stilzetten om de wissel en de dingetjes te kijken. Nee, die is helemaal niet goed. Gek was dat ik de vorige keer er wel gewoon een stukje overheen reed, vervolgens reed ik terug en toen stond de wissel goed. Kom op, wissel, wissel. Ja, kijk, daar ging die. Staat natuurlijk nog in de bocht, maar ja, dat is dan een stukje vroeger dan normaal. Ah, net een keer. Dat was eigenlijk de eerste keer toen ik dit stuk reed, was ik eigenlijk bang dat het een stuk was. Maar hij werkt gewoon gelukkig. Dus ik ga het een poel verbouwen. Zo, toen waren we op Roosendaal. Nu is het meeste hier gewoon nog steeds hetzelfde gebleven. Bordjes aangepast. De meeste zitten daar in het nieuwe stuk. Nou, we krijgen niet eens de kans om stil te staan. Natuurlijk niks meer van die tijden. Dus ja, ik ben natuurlijk veel te laat over die sporen heen gegaan. Maakt niet uit. We doen het wel even op een andere manier. Maar ja, ik kan natuurlijk moeilijk zeggen van, oh ja, we hebben naar Roosendaal gehad. Dan ga ik jullie het nieuwe stuk niet laten zien. Dus dan doen we het gewoon even op een andere manier.
gaan gewoon via de editor. Boop, boop. Helaas. Ja, dan krijg je als je scenario in één middag in elkaar zet. Ja, dan loopt die video wel ineens weer goed, hè? Frappant is dat altijd. Ik pak gewoon de trein van de free roam die ik al heb staan op Roosendaal. Ook een Wyrm toevallig. En zo gebruiken we gewoon die. En doen we gewoon net alsof er niks aan de hand was. Dus ik moet alleen even handmatig even de wissels goed zetten. Klik en helemaal naar beneden. Roosendaal. En gaan met die banaan. Kijk, daar staat hij. Grote spoor is daarnet. Nou, ik kan wel merken dat we net op Roosendaal geweest zijn. Nou, laten we iets sneller dan normaal. Ja, dat gaat goed kloppen, ja. Lumpies. Break. Oké. Dan gaan we even de wissels goed zetten. Ja, dat hoeven we natuurlijk normaal niet te doen. Als het scenario mee had gewerkt. Of eigenlijk liever de video. Nu kan het zijn dat omdat we in de free roam zitten, dat hij ons zometeen alsnog hier over deze wissels heen gaat gooien. Deze nog een keer extra een keertje zetten. Bij Zevenbergen kijken. Ja, het blijft altijd een nadeel als je namelijk de wissels verwisselt. Dan blijven ze vaak zo staan. En dan moet je ze dus weer even terugzetten in de free roam. Is dat voor de rest alles oké? We zo meteen nog wel even checken. Hoppa. Nou, nu hebben we niks wat achter ons aan zit, dus we kunnen ook al gewoon even rustig langs Oudebos en Zevenberg hobbelen. Zeg maar. Zoals je ziet, het zijn weer ook. Daar lag de derailment niet aan. Hoor. Gewoon er helemaal naast zaten in de tijd. Ja, nu geeft hij wel 80 aan. Dan hebben we kans dat hij zo meteen terugspringt naar 40. Als hij naar 40 toe gaat, dan zijn de wissels er dus weer terug. Dat is gewoon een free run. Zo hadden we eigenlijk met net, kijk zie je. Dus verder niks meer met de route, het is gewoon. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Maar, het nieuwe stuk. Sander, maar je bent echt precies op tijd voor het nieuws.
zeg maar. We hadden net, helaas ging het niet helemaal goed met het scenario. We hadden een derailment. Dus vandaar dat de video nog lekker doorloopt aan de zijkant. Terwijl wij gewoon een stuk in de free roam trein het laatste stuk van de route kregen. Ding blijven kijken in principe.
daar zat vooral wel aan liggen. Ja, en hoewel de meters wel gewoon netjes helemaal uitslaan in OBS en daarom toch wordt echt een beetje hoe hard komt het nou eigenlijk over, hoeveel geluid zit er nou eigenlijk in zo'n stream. Je dan wel eens probeert te testen om te kijken of de auto zo ook echt netjes te blijven, gewoon netjes voor het spoorboompje blijven staan. Heb je wel eens kans dat er gewoon geen auto's zijn. Dan ja, gaat je test er een beetje aan zeggen. Rare ding achter het spoor, dus wel als je nu trouwens de video al bekijkt, zijn die bomen hier zijn alweer weggehaald. Maar goed, laten we gewoon lekker zo staan. Er zijn geen bergen op Zevenberg te bekennen, maar goed. De trein staat al stil. Het is precies hetzelfde stationgebouw als Oude Bos. Dus dat schoot weer voor Friesland. Ja, hij is goed gelukt. Nou, zo zie ik erbij shocken. Ik wil alleen eigenlijk nog wat fietsen in het fietsen opplaatsen.
Ja, precies, die bergen, die moet je er inderdaad maar een beetje bij denken. We hebben geloof ik wel alle bergen gehad. Drie bergen zat dacht ik ook al in één van de routes. Tenzij er nog ergens een 2 of een 5 bergen is, maar dat geloof ik niet. Redden. Hoop ik.
dan duw ik hem even een stukje verder het perron op. Zo koppel je een trein aan. 0,2 kilometer per uur. Past volgens mij echt net teambak hier zo. Zou je net zien, hè, die laatste 10 centimeter van die trein. Terwijl die onderaan toch aangeeft dat die bak erop staat. Maar misschien moet je die 3 pixels er maar bij pakken. Ja, naar Breda mag je 140. Ook nog een paar oude CTA's gebruikt. Het is natuurlijk niet spoor 4A, maar spoor 4B. Nou, we hadden eigenlijk bijna geen materiaal was om te kijken hoe dit eruit zag. Heb ik het maar zo gedaan, ja. En inderdaad de HSL. Ja, hier zijn inderdaad veel goede dit zijn inderdaad stukken zonder bovenleiding. En dan gaat dit spoor... Helemaal aan de linkerkant. Hoep, hier gaat op een gegeven moment ook de draad van weg, hoor. Hier loopt in het echt geen draad. En dat is dan ook een van de apart spoorlijntje wat naar een industriegebiedje loopt eigenlijk. En die kant op naar Breda. Maar we gaan eerst deze kant op. Ja, het spoor ligt er al. Nou, nu als de trein naar Breda toe gaat, komt hij natuurlijk via rechts binnen, maar dan pakt hij dit spoor. Terwijl deze twee gaan richting Roosendaal. Ja, dan zou die trein door kunnen rijden met 130 en dan zou die met deze wissel zou die naar hier moeten gaan. Dat lijkt me ook niet echt een prettige situatie als je in de trein zit. Ik moet daar echt een hele flyover voor doen.
Ja, het is ook echt in the middle of nowhere, inderdaad. Het is ook een beetje het aparte. Het is een beetje net zoals met Rilandbad. Het is het dorp wat eromheen ligt, de stationsbuurt, Rilland. En het dorpje Bad ligt allebei gewoon 2 kilometer afstand. Lage Zwaluw ligt ook 5 kilometer hier vandaan, geloof ik. En het dorp wat daar in de aftakking ligt, zeg maar, richting het niet geëlektrificeerde goederenlijntje. Dat is misschien 2 kilometer, maar daar is het niet nagenoemd. Als NS-logica, denk ik. Misschien hadden ze ooit bij de aanleg van het station het idee dat Lage Zwaluw een hele grote stad zou gaan worden. Maar goed, dat is het einde. En, ik hoop in ieder geval dat jullie ervan genoten hebben van de preview van eigenlijk van de test van de route. Nu zullen de testers, waaronder Sander, samen met mij nog flink ons best doen om te kijken om de laatste foutjes eruit te halen. Zodat natuurlijk met zoveel mogelijk plezier met de route gereden kan worden. Ja, dat is natuurlijk wel zo fijn. Ik ben momenteel druk bezig om een nieuwe readme manual te maken. Al moet ik zeggen dat het echt heel erg lastig is om assets terug te vinden. Maar ja, het zou nog wel fijn zijn als er natuurlijk ook gewoon links bij zaten. Dat je vanuit de manual gewoon alles kan downloaden. Maar helaas zit het niet altijd mee. Maar gelukkig zullen het zijn, de meeste dingen zijn allemaal te downloaden via ofwel via Chris Trains of via Koha of anders staat het meeste gewoon op drijfpunt.nl zelf. Dus vaak is het gewoon even de hele site leeg trekken en bedden. Ja, inderdaad. Al vond ik het wel heel erg cool dat X-Shooter inderdaad het Randstad-gedeelte doet. En hij wil ook graag tot Dordrecht werken. En Rupke die wil heel graag tot aan Breda. Nou, dat betekent wel dat ik ingebouwd zit. En dat eigenlijk als ik Dordrecht gebouwd heb en straks Breda, dat ik niks meer zou kunnen doen. Dus ja, ik moet allemaal maar even zien hoe het een beetje gaat. Maar ja, ik ben natuurlijk, buitenom dat ik dat voor jullie ook allemaal doe, wil ik zelf het liefst, wat ik het mooist zou vinden, is naar Amsterdam te rijden. En nu is dat al heel ver gegeven, we zijn nog lang niet in Amsterdam of Rotterdam. Dus heb ik eigenlijk als eerst gewoon een beetje Rotterdam gezet. Dat leek me wel het leukste om tot daar te gaan, omdat dat ook de route is die ik 5 jaar lang met de trein genomen heb om elke dag in het grote systeem te komen. Dus ja, dat zal sowieso het leuk zijn. En het is ook gewoon een leuke route, want dan heb je gewoon echt een rit van 1,5 uur. Ja, en net als vanaf Dordrecht, ik geloof, als ik de officiële routes bekijk, is Vlissingen-Roosendaalsring. Dat is de Zeeuwse lijn, of de F-lijn. En dan heb je eigenlijk de route Antwerpen-Lage Zwaluwe. Dat is een officiële route. Nou, nu heb ik niet tot Antwerpen, maar vanaf Roosendaal tot Lage Zwaluwe. Dan hebben we dan eigenlijk 2 routes compleet. En de volgende route is eigenlijk de route Dordrecht-Eindhoven, dacht ik. Ja, dat zal ik zeker doen hoor. Ja, dat zeker weten. En, de ene zegt, die vindt het spoor belangrijker en de andere vindt de omgeving belangrijker. Ja, ik vind persoonlijk de omgeving vaak wel belangrijker. De sfeer van de route, zeg maar, echt van wat je ziet en hoe het eruit ziet. Ik vind het vaak een beetje jammer dat een route al uitgegeven wordt en dan
ben je aan het rijden en het enige wat je eigenlijk ziet is rails. Hier af en toe echt gewoon één of twee bosjes en een boompje naast het spoor en dan, ja, dan is de route af. Ja, ik vind dat vaak een beetje. Ik probeer er altijd wel iets meer van te maken dan dat. Nee, dat ook sowieso. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen idee wanneer X-Shoot van plan is om zijn route uit te brengen. Hij doet het samen met nog iemand. Nou ja, die is ook gewoon rustig aan het bouwen en die doen gewoon zijn eigen ding. Die bouwen ook hun eigen assets en alles. Dus ja, dat scheelt ook al heel erg. Nu zou ik dat ook wel kunnen, maar heb ik eigenlijk heel weinig zin om het weer op te moeten pakken. Een hele 3D gebeuren. Al heb ik hier wel gewoon van alles liggen om weer van start te gaan. Maar ja, dan wordt het echt zo'n helse klus, zeg maar. En dat zei, ja, het moet wel leuk blijven. En nu heb ik het bouwen een beetje onder de knie. En ik weet een beetje waar de assets staan. Dat scheelt echt zoveel tijd, want... Alleen al aan het zoeken in die lijst tussen al die duizenden objecten, daar gaan gewoon uren worden daarin weggevreten gewoon. Dat sta je niet helemaal bij stil soms als je bezig bent aan het bouwen, maar zo, zeker op het moment dat je een station aan het bouwen bent, dan heb je bepaalde assets nodig. De helft, nou ja, heb je vaak wel een idee van waar ze staan, maar precies waar ze staan, dat wil nog wel eens, zoeken worden soms. Dus ja, op het moment dat je, dat is nu, heb ik weer een station gedaan. En dan ga ik straks weer verder om de flyovers en dergelijke te doen. En geheid moet ik dan weer gaan zoeken. En kost je dat weer 10, 15 minuten. En zo zijn er nog wel meer dingetjes waar heel veel tijd in gaat zitten. Het 4, 5 keer bekijken van een video. Voor één stukje. Ja, drie verschillende video's, weet je wel, dat je een beetje van verschillende kanten afkomt. Google Earth. Google Maps, maar ik gebruik liever Google Earth. Op een of andere manier werkt dat net even wat makkelijk. Kost bijna net zoveel geheugen en processor en alles. Dus dan beter gewoon dat programma openen dan dat je een hele Internet Explorer hebt. Al staat die toch ook wel open, want daar heb ik weer die Argus Maps voor nodig om precies te zien waar de seinen staan en de afspanningen en weet ik veel wat. En zo heb je dus echt 5, 6 dingen openstaan tegelijk terwijl je de route bouwt. En dan kan ik mijn route nog niet, zelf nog niet eens normaal in full HD spelen. Dat vind ik eigenlijk nog wat ergst gewoon. Maar daarom is het af en toe wel leuk om met een ander mee te kijken als die een stream doet of een video. En dan kan je toch je eigen route een beetje in volle glorie zien. Want we kijken nu in 1366 bij 768 draai ik hem nu. Dan kijk ik alleen Dynamic Clouds uitstaan. Lighting staat aan. De afstand van de objecten staat ook gewoon helemaal volledig. Ja, objecten worden hoe dan ook ingeladen. Dus als je dat beetje power hebt, kan je dat gewoon vooral uitzetten. Alleen reflecties van water staan bij mij heel laag. Nou, waar zie je dat verschil dan in? Nou, dit is het verschil. Je kan nu door het water naar beneden kijken. En anders zie je heel mooi een reflectie van hetgene wat er langs rijdt. Of als de trein eroverheen gaat. Maar dit vreet gewoon heel veel frames. Dus dat heb ik gewoon lekker laag gezet. En ook de schaduwen. Die staan ook gewoon laag. Ja. Het spel is zo eigenaardig wat dat betreft. Iedereen die heeft zo'n beetje zijn eigen instellingen. Ik heb bij de Nvidia instellingen hier en daar ook nog extra dingen gezien. Nu heb ik gewoon het geluk dat ik laatst toen mijn, voor de laatste keer 5 jaar geleden, een videokaart kapot ging. Dat ik toen tweedehands deze Nvidia terug heb verkocht. Anders had ik hetzelfde gehad. Want ik heb hiervoor, toen ik begon met de route,
heb ik ook altijd een AMD videokaart gehad. In combinatie met deze exactzelfde oeroude quad-core die er nu in zit. En toen draaide het ook goed. Het is alleen met de AMD hapert hij. Maar hij schokt gewoon. Dat is gewoon het hele probleem. En persoonlijk heb ik het liefst gewoon een AMD video. Dus daarom hoop ik ook echt dat het goed gaat met de Unreal Engine. En dan heb ik gewoon een voordeel. Over het algemeen is een AMD videokaart gewoon niet goedkoop. Ja, ik ga er ook mee stoppen met de stream. Ja, zo kan ik nog wel een uur doorlullen. Maar ja, de trein is aangekomen en ik heb niks meer nieuws om te laten zien. Dus ja, houd het voor deze keer een beetje op. Dus gaan we voor de volgende keer gewoon weer een... gewoon weer de let's build doen. Dit doen we natuurlijk af en toe een beetje tussendoor. Ja, net, ik heb het eigenlijk al een beetje uitgelegd. Er is gewoon bijna geen let's play te doen met deze game op deze computer. Dus dat laat ik lekker over aan de anderen. En dat gaat goed. Dus waarschijnlijk dat je deze route ook binnenkort wel bij Rob weer terug ziet komen. En anders ook bij Game Channel, want hun doen de eerste preview. Maar ik weet niet zeker wanneer Victor nou van plan is om een video te doen. Hij zou eerst zaterdag een livestream doen. En ik weet niet helemaal of dat nog doorgaat of niet. Dus voor de Game Channel fans, binnenkort is die nog een keer te zien. Alleen dan in een scenario door Victor gemaakt. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. En dan ga ik jullie alvast... bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het interessant vond. En ja, leuk om te zien wat er voor jullie ook aan gaat komen. Ja, dat is natuurlijk ook. Het is niet alleen even een route laten zien. Nieuwe content. En dan tot de volgende keer. Ja, sorry Harry. De stream is echt net voorbij. Maar... ik zal hem ook op YouTube gooien. Kan iedereen nog een keer zien hoe geweldig fout het scenario ging tijdens de spelen. Maar ik kan in ieder geval ook iedere video nog een keer bekijken. En ik denk dat het een uur of vier duurt voor de video op YouTube staan. Bedankt dat je even kan kijken. En de rest natuurlijk ook. Nogmaals. ik denk dat ik gewoon nog eens even ga kijken wat hij allemaal aan het doen is. En dan spreek ik jullie daar wel weer.